2014 had volgens Ubisoft het jaar van de hackerscene moeten worden. Na jarenlang te hebben geteerd op bekende franchises, moest de nieuwe IP Watch Dogs dit gaan bewerkstelligen. Helaas onderging Watch Dogs hetzelfde lot als vele eerste hackpogingen en behaalde het niet het gewenste resultaat. 2 jaar later onderneemt Ubi een nieuwe poging om een botnet van Watch Dogs spelers te creëren door de IP de broodnodige firmware update te geven. De ervaring heeft vruchten afgeworpen. De hack is deze keer meer dan geslaagd. Net als iedere andere hacker is ook Ubisoft begonnen met het uitzoeken waar het allemaal de mist in is gegaan. In het geval van Watch Dogs was de feedback in grote getale aanwezig en wist men dus behoorlijk goed waar de schoen wrong. Beginnend bij de digitale wereld en de protagonist. Het koude, kille en weinig aantrekkelijk Chicago heeft ruimte gemaakt voor het fleurige en bruisende San Francisco, waarin meer te doen is dan ooit voor mogelijk geacht werd. Met Silicon Valley als achtertuin en grote kantoren van fictionele social media zijn de uitdagingen voor een jonge, fanatieke hacker eindeloos. Ook de door haat gedreven en weinig sympathieke Adam Pearce heeft zijn digitale spullen mogen pakken en is vervangen door Marcus Holloway, een jonge hacker met een veel hoger knuffelbaarheidsgehalte. In plaats van persoonlijke vendetta's uit te vechten, mikt hij, samen met het knusse clubje van DedSec, op het ontmantelen van de gevestigde orde en digitale machtsmisbruikers. De gehele game vormt een dikke middelvinger richting deze instanties, die overigens meer dan eens wordt opgestoken in Watch Dogs 2. Trolling is the name of the game en Ubisoft motiveert je dan ook om vooral scheid te hebben aan de regels en lol te hebben tijdens het hacken. De main story staat als een huis en weet ervoor te zorgen dat je je zeker talloze uren niet hoeft te vervelen. De diversiteit in nevenactiviteiten, te verzamelen objecten en vaak hilarische dialogen met je DedSec-matties zorgen voor een verhaal dat nimmer saai of vervelend wordt. Daarnaast zit Watch Dogs 2 bomvol sidequests, die het aantal uren behoorlijk weet op te rekken. Je komt zelfs op plekken waar je in je stoutste dromen nog niet had verwacht dat je ze ooit zou bezoeken. Ook de besturing van de voertuigen is een stuk verbeterd, maar is zeker nog niet optimaal. Nu is Watch Dogs 2 geen racing simulator en heeft het ook niet de ambitie hiertoe. Maar het iets te fanatiek aantikken van je rechter analoge stick zet je met een beetje pech dwars op straat. Vooral de snellere voertuigen, en al helemaal als je de lachgasboost hebt vrijgespeeld, zijn zo hypersensitief dat het bijna een uitdaging wordt om eens niets te raken tijdens een lekker stukje cruisen door Frisco. Dat de voetgangers in de stad je af en toe aanspreken op je mongolige rijgedrag, maakt het dan wel weer een beetje leuker dat je net je bolide in de prak hebt gereden. Om een heel lang verhaal een stukje korter te maken, kunnen we afsluiten met de conclusie dat Watch Dogs 2 de bitterheid van deel 1 succesvol weet weg te spoelen. Fun is in dit deel het sleutelwoord, en fun is het ook zeker. Van Chicago's grimmigheid en Edens depressiebuien is geen spoortje meer te bekennen. Hacken is waarempel een leuke bezigheid geworden in Watch Dogs 2. Mijn advies? Laat je vooral verwennen door de grofgebekte Marcus, de tikkeltje awkward Josh, de botte maar hilarische Ranch en de mooie maar bloedserieuze Citara. DedSec will show you the truth. Do what you will. Wij geven Watch Dogs 2 in ieder geval een dik verdiende 93 uit 100 punten. En dat is zeker geen leugen. Voor de volledige review kun je uiteraard terecht op gamesensor.nl. We are launching Operation Hack and Run. We'll show you what hackers can do. We are DedSec.